Dit is live, je hebt de Pimo op je been. Ja. Nee, geen Pimo. Wacht, wacht, wacht. Nee, het is donderdag, dat betekent weer een nieuwe Beunhazen. Hoi Martijn. Hey Niels. Hi, leuk om weer met jou te werken. Leuk man. Ja, vind je het nog wel leuk? Nee, ik heb nu echt een paar keer achter elkaar verloren. Dus... Maar je bent best wel een goede verliezer, toch? Ik ben een hele goede verliezer. Ik heb mezelf ook een keer KO geslagen. Oh ja, dat was trouwens bij de video. Maar goed, we gaan gewoon nu weer voor een nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan vandaag klompjes schilderen en spuiten, zag ik in de e-mail. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Ik ook niet. Ik heb geen idee wat de fuck we gaan doen. Maar... Nee. Er is vast en zeker iemand die ons dat gaat uitleggen. Kijk eens. Goedemorgen mannen. Goedemorgen. Jullie zijn de tattoo shop, maar jullie doen nu even natuurlijk vanwege de coronacrisis wat anders. Ja, we hebben twee maandjes niks gedaan. Ja. En we gaan nu klompjes pimpen voor de zorg. De eerste klus is dat ik jullie even op pad stuur. Nou, als jij voor ons stiften, Uni Posca's, koffie en broodjes wil halen. En jij spuitbussen in felle kleuren en eventueel nog handschoentjes. Wat is Uni Posca? Dat zijn deze stiften. Oh ja, oké. Okay. En degene die als eerste terug is, die wint. Ja, die krijgt een biertje. Even kijken of je wakker was. Oké jongens, nou wij gaan heel snel. Ik zie ze al. Ik ga dit keer even iets enthousiaster aanpakken dan vorige weken. Ik zie daar een Bruna. Daar hebben ze van die stiften, geloof ik. Even kijken. Uni Posca, Uni Posca. Hebben ze hier geen Uni Posca? Ja, maar dit is voor kleine meisjes. Dit is allemaal Stabilo. Ik wil Uni Posca. Carlo Lami. Nee, dat hoef ik ook niet. Godverdomme. Spuitbussen. Ja, dit zijn partijnen. Dus het even verkeerd. Misschien niet hoor. Rino Blind. Dan meneer, waar liggen jullie spuitbussen? Onder 8 zijn op. Of voel ik dat niet? Wel dus daar. Ja. Waar is Uni Posca? Dus ik weet niet hoeveel stiften in deze winkel, maar behalve Uni Posca. Ecoline. Oké, dat is Ecoline, dat gaan we niet doen. Maar neem die gewoon pakken. Oké, doen we dat. Kinderstuk. Achter het hoekje ben ik gek. Waar zie je spuitbussen? Of dit, hier spuitbussen. Ja, dat zal dit wel zijn, denk ik, hè? Oké, ik heb allemaal lekkere boodschapjes gehaald. Ham, leverworst. Ik heb alleen nog koffie nodig, want dat is hier niet. Albert Heijn, die geeft gratis koffie weg, toch? Daar hebben ze zo'n hoekje. Als je daar nou even een paar koffietjes voor meeneemt, is ook nog iets gratis. Ik zie je gast staan. Handschoentjes. Ik weet dat ze dit niet willen. Dit zijn niet de type handschoentjes die je gaat gebruiken voor dit werk. Maar goed, het staat er wel op. Ik heb handschoentjes, ze mogen niet zeiken. Hoe dan? Even serieus, hoe dan? Dit was echt mijn laatste redding. Ja, zal ik dan maar gewoon koffiepads hiervan meenemen? Intens sterk. Oké, het is goed dat ik een bonnetje heb, want ik weet bijna zeker dat alles wat ik heb gehaald niet goed is. Dat jullie waarschijnlijk iets anders mee bedoelt. Dat hadden ze gewoon niet. Hé, daar komt de eerste aan. Ja, ben ik als eerste. Die Uni Posca stiften verkochten ze ook nergens. Waar ben je dan al die tijd geweest? Nou, kerel. We eten geen varken, salami eten we ook niet. Ik heb wel kinderstiften. Nou, die mag jij zo gebruiken. Maar hebben we wat te drinken nou, of niet? Nee. Ja. Zal ik dat dan nog even doen? Is die pizzeria open? Ja, dan ben je als eerst. Ja, als je dat heel snel doet, dan heb jij gewonnen. Goeiedag. Verkoopt u koffie? Die nozem is nog nergens te bekennen, dus dat is helemaal... Nee! Wacht, ik ben er al, hè? Oh. Volgens mij ben je nog iets regelen. Wat ben je er al? Ja, ik denk lekker. De overwinning een klein beetje afkopen. Dat heb je goed gedaan, jongen. Kijk, dit is verse koffie. Nu wil ik wel weten wie de officiële winnaar is. Ik denk dat jij dat bent. Oh, dat denk ik ook. Martijn? Ik ben het er niet mee eens, maar, nee? Maar blijkbaar zijn jullie te koop. Nou jongens, we hebben hier klompen. Ja. De wind komt van die kant, dus ik zou een beetje zo spritsen. De wind staat van deze kant. Niels, opdiepen. Ja, jullie moeten wel een beetje helpen, jongens. Dus, zo schiet het niet op. Nee, zo schiet het niet op. Naast elkaar. Deze is voor Mirjam. Mirjam, als je zit te kijken, deze is voor jou. Ze noemen me nu op Banksy. We zijn wel blij met jullie helpen, hoor, jongens. Ja, het is voor het eerst dat ze blij met ons zijn, Niels. Volgens mij heb ik zojuist het laatste paar... Ik was al een tijdje klaar, maar goed... Ja, omdat jij al een tijdje gewoon aan niks was. Ik was gewoon heel geordend aan het werk. Het zat allemaal op een rijtje. Volgens mij moeten we ze nu een beetje mooi gaan maken, echt. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit best origineel. Oh! Wat een mongool ben ik! Ik doe het 2 keer gieriger. Samen staan we sterk. Boem, want je staat ook in je schoenen. Nou, ik denk dat de eigenaar van deze me heel dankbaar is. Lullig is dus echt dat bijna iedereen zo'n hele mooie krijgt. Ja. Een paar lopen met die van ons rond zo meteen. Kijk, jij kan er zo tussen blijven staan met die gym. Oftewel, je schoenen zijn teringlelijk. Oh, zeg jij nu dat mijn werk teringlelijk is? Nee, dat jouw werk teringlelijk is. Nee, nee. Hoor je dat? Nee. Ik bedoelde jouw klok. Hoe kan je dit nog goed maken, Martijn? Zal mij verbazen als jij deze ronde gaat winnen. Maar goed, ik ben niet de jury, maar als ik de jury was, had ik het geweten. What? Wat heb jij nou op je fucking ding gedaan? De Pimo? Heb jij nou mijn ding verneukt? Ja, dit is heb toch jij niet nou mijn... Ja. Dit is toch sabotage? Hij heeft gewoon een Pimo op zijn klomp gedaan. Dit is sabotage. Het... Op zijn allermooiste nou dit vind ik niet normaal. Op zijn allermooiste. Er zit gewoon een Pimo. Durf jij? Jij duivel. Je gaat toch geen Pimo op je klomp gaat toch doen? Mijn kunst niet bedeugen? Het is ook nog zijn eigen formaat Pimo ook. Nou, ik vind er wel een paar heel lelijk. Ja, ik denk toch dat er geen winnaar is. Ik sta nu 1-0 voor. Dus ik moet nu winnen. Ik vind dat Niels heeft gewonnen. Hoezo heeft Niels gewonnen? Dit is voor de coronapatiënten die nu op hun buik liggen. Oké, nou ze kunnen lezen, Martijn. Want die krijgen het nieuws niet mee. Ja. Dus die liggen dan zo en dan ineens komt een dit is de beste, erbij. En dan het beste. Is het van, nog even door, 1 juni gaat het terras open. Hier staat bedankt. Voor wat? Gewoon, nou, bedankt voor de zorg. Ja, de winnaar van jullie twee, dat is toch Martijn. Zo snel? Ja. We hebben niet eens de spanning opgebouwd. Ja, dat is het vooraf. Oké, even spanning opbouwen, want de kijker weet nu nog niet wie de winnaar wordt. Dus. Het was lang kiezen. Heeft de jury overlegd? We kunnen er lang en breed over praten. Maar Martijn heeft gewonnen. Ja, zeker. Gefeliciteerd, jongen. Tik hem aan. Kijk eens hoe echt Martijn wint. Ik zeg ronde 3. Jullie gaan elkaar denk ik tatoeëren. Ja, daar. Oh, maar die wil ik best verliezen hoor. Ja. Ja. Dus nee, maar dit is super uit. Dus okay, stel nou, ik verneuk zijn lichaam, voel ik me een winnaar, maar dan verlies ik eigenlijk. Want dan is die niet mooi genoeg geweest. Ja, dus wie er alle levens kan maken. Ja. Dan gaan we elkaar toch niet verminken. Nee, dat gaan we echt niet doen hoor. We moesten erop komen. Ik wil... I, hartje M. Schrijf ze lekker even door elkaar, droog vanzelf op. Ik ben helemaal zenuwachtig. Ja, dat snap ik. Je houdt hem vast als een pen. Okay. En zo ga je tekenen. Ja. Sorry, Nederland. Oh, kutzooi. Je kan je andere hand erbij houden. Je gaat hem aanzetten. Kut. Ah, ik heb geen steady handen, jongen. Maar goh, je hebt weer gesopen gisteren, hè? Ja. Nee, geef niks, joh. Gewoon bewegen. En Martijn normaal doen. Ja, helemaal niet moeilijk. Voel je dat, Niels? Ja, dat typisch fijn, man. Klaar, grappie. Staat erop. Dit is lijf. Je hebt de Pimo op je been. Ja! Nee! Geen Pimo! Wacht, wacht. Nee! Geen Pimo! Traantje? Wil je een traantje? Kan ik ook hoor. Ik heb hier heel lang over na te denken. En aangezien ik zo vaak gewonnen heb. Ja. Oh, hij doet het niet. Pak jij deze winst, man. Nee. Oh. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee! Ja. Ja, mooi, wat anders. Oh, beetje kreeft, maar het is wel echt lelijk. Echt gefeliciteerd. Nee, maar dit kan je niet maken, ouwe. Gefeliciteerd, man. Ja, maar je hebt zo vaak verloren. Ik gunde je deze. Nee. Ik wist gewoon dat je er niet overheen zou komen. Ja, ik zou me oprecht heel schuldig voelen als ik dit zou flikken. Dus je gaat mij mogen tatoeëren. Ja. Beloof, bij deze. De kijkers getuigen, volgende week. Okay. En de kijker die mag nu suggesties in de comments droppen wat Niels voor mij mag zetten. Dat vind ik een hele goeie. Het moet klein, het moet subtiel. Maar heel lelijk. Pimos. Bepaalde tekens dus, uit de jaren 40 van de vorige eeuw mag allemaal... Hoe lief eigenlijk? Je mag deze aflevering gewoon winnen en je mag hem alsnog tatoeëren. Ja. Je wil gewoon sympathiek overkopen naar de kijker. Voor het eerst dat we echt daadwerkelijk de mensen hebben geholpen in Beunhazen. Ja. Aflevering 7. We beginnen te leren. Ja. Dus volgende week krijg ik een tattoo en gaan we iemand helpen. Ja. Later! Joejoe.